Leerlingen van basisscholen De Duivenkamp en De Kamverbeek in Zwolle herdenken de oorlogsslachtoffers die gevallen zijn op 13 oktober 1944. Jaarlijks gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar het oorlogsmonument aan de Haarsterveerweg. We herdenken de mensen die in 1944 voor ons gestreden hebben bij de Tweede Wereldoorlog. En hoe vind je dat om hier te zijn? Nou, het is natuurlijk niet leuk om te horen wat die mensen allemaal meegemaakt hebben. En daarom herdenken we die mensen. Ja. En ik had gezien dat jij ook iets had verteld, hè, voor de groep. Ja, een paar kinderen hebben een gedicht gemaakt op school. En die hebben ze hier voorgedragen, voor de mensen die hier zijn overlijden. En hebben jullie er veel aan gedaan van tevoren met school? Ja, we hebben gedichten gemaakt en we hebben bloemen gelegd hier bij het monument. En u bent tegenwoordig natuurlijk een van de weinigen die dat verhaal nog kunt vertellen. Hoe belangrijk vindt u het dat leerlingen hier komen? Als ik die kopjes zie, als ik die ernstige smoeltjes zie, dan denk ik nou, het is goed dat we hier weer bij elkaar zijn. Heel goed. Nou, omdat hier, in de oorlog zijn hier mannen gestorven en zo. Ja. En, nou, dat is heel erg.